Het koesteren van de materiële, zowel immateriële Surinaamse geschiedenis, is vooral voor de volgende generatie belangrijk. Op zoek gaan naar alle elementen hiervan dragen bij aan cultuurbehoud. Daarom wordt momenteel een expositie Esther Rus Katoen aan de kust georganiseerd in het Nationaal Archief Suriname. Esther Rus Katoen aan de kust is een expositie waarbij er onderzoek is gedaan naar de plantagegeschiedenis. De artefacten worden in het NAS tentoongesteld. Dit onderzoek startte in 2019 en is gedaan door 5 studenten uit Suriname, Nederland en Engeland onder leiding van Santoshin. Plantage Esther Rus is een katoenplantage die in 2014 door verschuiving van de modderbank tevoorschijn is gekomen. Deze plantage is belangrijk vanwege de geschiedenis aan katoen. Singh zegt dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar overige elementen van onze Surinaamse geschiedenis. Suriname is heel rijk, niet alleen aan grondstoffen, maar ook aan geschiedenis en erfgoed. En dat vergeten wij. Dus met deze expo proberen wij eigenlijk de Surinamers wakker te schudden om hun geschiedenis, hun erfgoed te omhelzen en zodoende een betere Surinamer te worden. Want pas als je geschiedenis kent, kan je beter werken aan de toekomst. Esther Rus is vooral uniek vanwege haar beperkte toegankelijkheid van 6 uren per dag. Studenten Emma Kornman en Achir Akswijk zijn het met elkaar eens dat geschiedenisonderzoek een belangrijk element is van elke beschaving. Het is belangrijk omdat de site langzaam aan het verdwijnen is. Dus ook al is het heel erg ontoegankelijk, het gaat om het verzamelen van de informatie voor andere onderzoekers, voor toekomstige generaties, dat zelfs al verdwijnt de site, die informatie bewaard blijft. Als geschiedenisstudent vind ik erfgoed zeer belangrijk, niet alleen voor om te onderzoeken als een toekomstige historicus, maar natuurlijk ook dat het goed is voor je persoonlijke cultuur behouden. Want erfgoed kan materieel en immaterieel zijn en beide zijn even belangrijk om een natie eigenlijk op te bouwen, vaderlandsliefde gevoel op te bouwen. En voor de wetenschappers is het natuurlijk belangrijk om te weten ook hoe het was in het verleden. Het ligt in de bedoeling om dit onderzoek te preserveren, zegt Singh. Deze expositie zal permanent te zien zijn in het Bakkie Museum.